Ja, hij loopt. Hallo, kun je even vertellen wie je bent en waarom je naar de presentatie kwam van ACFO? Ik ben Marie-Antoinette en ik werk bij Impulsys. Impulsys werkt al jaar 4-5 met ACFO samen. Dat begon toen ze alleen nog maar waterprojecten daar informatie over deelden en projectetalages daarvan hadden. Maar langzamerhand is het uitgegroeid tot een hele handige tool voor veel meer dan alleen maar dat. Oké, dus jij was al wel bekend met ACFO. Kan je even aangeven waarom je nog naar deze presentatie kwam? Ten eerste omdat ik het altijd fijn vind om het verhaal nog een keertje helder door hen uitgelegd te horen zeggen. Ten tweede om een beetje te peilen hoe de collega's reageren. En ten derde omdat iedere keer dat ik er ben mij nieuwe inzichten verschaft over de heldere lijnen tussen de informatie op heel groot niveau naar de informatie op heel laag niveau. Oké, dus dat is interessant. Zijn er nog andere dingen dat je denkt bij deze presentatie, deze keren, dat je nog nieuwe dingen weer hebt gehoord of nieuwe inzichten hebt gekregen? Nee, ik heb niet echt iets nieuws gehoord, maar dat komt omdat ik al bij de ACFO Track Day was. Maar wat ik wel weer heel helder voor ogen heb, is dat als je begint met je partner te vragen een formulier in te vullen of zelf zo'n formulier in te vullen of zelfs vanuit je eigen database een project online te zetten, dat je dat in combinatie met Flow, dus Really Simple Reporting in combinatie met Flow, niet alleen voor je eigen organisatie, maar ook voor de samenwerking met andere organisaties en zelfs op nationaal niveau, op internationaal niveau, heel erg veel gaat bijdragen aan de transparantie van ontwikkelingssamenwerking en dus misschien ook in het vertrouwen van het publiek in ons werk. Oké, heel goed. Er waren nu veel nieuwe collega's bij. Heb je nog een tip voor de mensen die er nu voor het eerst bij zitten vanuit jouw eigen ervaring hier al mee? Ja, mijn tip is kijk eens een keertje op ACFO.org. Kijk naar wat zij aan partners hebben, wat ze allemaal doen. Probeer het zelf een keertje uit. Eigenlijk is alles wat zij maken is heel gebruikersvriendelijk. En ten tweede, bekijk eens wat projecten of projectorganisaties, wat interviewtjes of wat gegevens, gewoon om even een voorbeeldje te hebben. Oké, nou heel helder, dankjewel. Graag gedaan.